Hoi, Ruud hier en welkom op mijn hangout. Mijn soldeerbout is kapot gegaan. Klote man. Ja, en dat kan je natuurlijk niet zonder, anders kan je niet repareren. Dus ik heb even gekeken hoe het werkt. En wat de fout is. Nou, ik kon het niet... ik kon het eigenlijk niet repareren. Ja, het was wel te repareren, maar dat was heel erg duur. Dus ik heb een nieuwe gekocht. En dat is deze geworden, de Weller WE1010. Ik heb hem gekocht voor €189 bij desoldeershop.nl. En laat je ook nog even zien wat er aan de hand is met het kapotte soldeerboutje. En hoe het eigenlijk werkt, zo'n soldeerboutje. In dit filmpje. Hier heb je dan het eigenlijke verwarmingselement. En daar zit deze schakelaar in. Kijk, die is magnetisch. Hop. En door het magnetisme schakelt hij hier het schakelaartje aan en uit. Dit is de soldeerstift. Dit puntje is magnetisch. Dus als ik de soldeerpen er tegenaan druk, dan gaat hij schakelen. Als de punt koud is, dan is hij magnetisch en zal hij verwarmen. Zodra de soldeerstift warm is geworden, dan verliest de soldeerstift zijn magnetisme en stopt hij met verwarmen. En dat schakelaartje heb ik doorgemeten. Nou, dat werkt. Dus die is heel. Die doet het. Nou, dan ben ik dit verwarmingselement gaan doormeten. Ja, een verwarmingselement, dat is natuurlijk gewoon een spoeltje. Dus als je dan deze twee rode draden gaat meten, ja, dan hoor je toch iets van weerstand te meten. Nou, dat was gewoon, ja, open line noemen ze dat. Het komt er dus op neer dat deze kapot is. Het verwarmingselement. Ik heb gekeken op internet, zo'n los dingetje kost €50. Dus dat vond ik eventjes aan de dure kant. Plus dat ik erachter kwam dat het kastje wat erbij hoort, de transformator zeg maar, dat die 50 volt afgaf. En dit is een 25 volt behoud. Dus ik vond het eng. Ik denk, nou, dat is me een beetje te veel in elkaar geknutseld en gehobbied. Dus toen heb ik een ander soldeerstation besteld. Dit is hem geworden. De Weller WE1010. Hartstikke mooi setje. Temperatuur is helemaal instelbaar. Dat kon mijn vorige ook niet. En net snoer. Boekjes, ja, dag. Weet je, mensen. Wat een gewicht. Daar zit hij. Schitterend. Echt heel mooi. Mooi dun puntje, kan je mooi fijn mee solderen. Er zit nog iets in. Dat voelt heel zwaar. Het voetje met het sponsje. Tjip, 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 tjip. En dan komen we nu natuurlijk bij die grote jongen. Schitterend. Mooi hoor. Dus de achterkant gaat tenminste een gewoon normaal netsnoer in. Kijk, dan zit hij. Zo erin. Nou, kijk wat hij doet. Hij is nu aan het opwarmen. En er onderin staat 380. Dus ik neem aan dat hij naar de 380 toe gaat. En dat doet hij behoorlijk rap, vind ik. Dus dan moet hij bij 380 gaan stoppen, denk ik. Nou, keurig. Ja, of 220. Hoppakee. Dit is wel fantastisch. Nou, dit is een soort minuutje. Oh, dan kan je hem ook weer op varen uitzetten. 2 minuten. Nou, ga ik nog even uitzoeken. Misschien automatisch uitzetten of zo. Nou, ik vind het een mooi soldeerboutje. Want een dag niet gesoldeerd is een dag niet geleefd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.